Dit is een bespreking van Epigram 11:5. De toegesproken persoon is keizer. En daarmee wordt in dit geval Nerva bedoeld. Die keizer was tussen 96 en 98 na Christus. Dus tussen Domitianus en Trajanus in. Nerva nam vervolgens Trajanus aan als zoon en benoemde hem zo tot opvolger. Die Nerva die wordt in dit gedicht geprezen als een Romein van de oude stempel. En dan komt er een hele stoet van bekende Romeinen langs. Ik stel ze even aan je voor. Eerst wordt genoemd Numa. Numa was de tweede koning van Rome, de opvolger van Romulus, de stichter van Rome. We bevinden ons dan in de 7e eeuw voor Christus, dus een hele tijd geleden. Ook lang geleden is Camillus, die daar staat, een generaal en staatsman uit de 4e eeuw voor Christus. En uit de 3e eeuw voor Christus dateert Fabricius, een consul die vooral bekend stond om zijn onomkoopbaarheid. Dan worden een aantal mensen genoemd uit de 1e eeuw voor Christus, dus de tijd van de burgeroorlogen. Als eerste Sulla. Sulla, meedogenloze generaal, ruimde al zijn politieke tegenstanders uit de weg, maar legde tenslotte de macht neer ten gunste van de Senaat. Vervolgens worden genoemd Caesar en Pompeius Magnus, de twee mensen van het eerste driemanschap. De derde man van het driemanschap was Crassus, wordt daar ook genoemd. Crassus was spreekwoordelijk rijk en leverde vooral de financiën van de drie heren. Caesar en Pompeius kregen uiteindelijk ruzie met elkaar. Pompeius legde daarbij het loodje en werd vermoord in Egypte. Caesar wordt dan alleenheerser. Vervolgens krijgt hij te maken met de opvolgers van zijn tegenstanders, waaronder deze Cato. En die pleegt zelfmoord toen Caesar won. Allemaal mensen die moeite hebben met meerderen. Dan heb ik even overgeslagen Brutus, die staat daar. Bij Brutus zijn er zijn twee beroemde Romeinen die Brutus heten. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste verdreef aan het einde van de 6e eeuw voor Christus de laatste koning van Rome. Ook weer iemand die moeite heeft met gezag, zeg maar. En de andere Brutus, dat was een van de moordenaars van Caesar. Met de bekende uitspraak, tu quoque Brute, zou Caesar tegen hem gezegd hebben. Ook deze Brutus, allebei die Brutus verzetten zich dus tegen alleenheersers. Aangesproken wordt dus Caesar, Nerva. Aan u is, dat betekent u hebt. Aan u is eerbied, betekent u hebt eerbied. En wel zoveel als aan Numa geweest was, zoveel als Numa had. En bij die eerbied staan twee genitieven, namelijk eerbied van, zegt het Latijn het juiste. Wij zeggen voor het juiste en voor het rechtvaardige. Er staat hier ad, in een andere tekstuitgave staat et, en dat heb ik vertaald. Dus Nerva, jij bent zo rechtvaardig en billijk als Numa was geweest. Maar Numa was arm en deze zaak is letterlijk steil met een korte ei, hè, dus het is moeilijk. Deze zaak is moeilijk. Wat is dan moeilijk? Dat staat in het vervolg, om niet over te geven aan rijkdom je karakter, je mores, om je principes niet op te offeren aan rijkdom en om een Numa te zijn. Dus die Nerva die is natuurlijk ook heel erg rijk en Martialis zegt hier dat het moeilijk is om je karakter niet op te offeren aan rijkdom, dus om je rijkdom je niet te laten bederven. En om een Numa te blijven. En Nerva wordt geprezen omdat hem dat toch gelukt is. Hoe weet ik dat hij Nerva rijk was? Dat staat in die tussenzin. Hoewel vicaris, vici is perfectum van vinkeren, overwinnen. Hoewel jij overwonnen hebt, in de conjunctivus van cum, zoveel Croesussen. En Croesus, dat was de spreekwoordelijk rijke koning van Lydië in het huidige Turkije. Spreken we ook heel lang geleden, 6e eeuw voor Christus.
Si, radiant, veteres, patres, dat hoort bij elkaar, als, zouden terugkomen van de redieren, als zouden terugkomen de patres, de voorvaderen en dan de oude voorvaderen, dus die mannen van vroeger die ik al genoemd heb, als die zouden terugkeren, reusachtige namen, hè, namen die heel erg beroemd zijn. En als, zie dat staat op een, in poëzie kan dat, hè, dat zie op een rare plaats staat, als het toegestaan zou zijn, leeg te maken, te vacuaren, het nemus, onzijdig woord, hier accusatief is leidend voorwerp van leegmaken, als het toegestaan zou zijn, het woud van Elysium leeg te maken. En Elysium verwijst naar de Elyseïsche velden, waar in de onderwereld de beroemde mensen van het verleden zich ophielden. Dus als we dat Elysium leeg zouden kunnen maken, dan zou Camillus, is het onderwerp van de hoofdzin, die zal u vereren, die futurum hier is geen conjunctief is, die zal u vereren. En van Camillus wordt gezegd dat hij invictus pro libertate is, onoverwinnelijk of onoverwonnen, kan allebei, pro libertate, voor de vrijheid. Camillus wilde de vrijheid van de Romeinen niet opgeven en was daar onoverwinnelijk in. Die zal u, Numa, vereren. Fabricius, dat is die derde oude Romeinse held, die zal willen, futurum van velle willen, die zal het goud willen. Ik heb verteld, Fabricius bekend was om zijn onomkoopbaarheid. Hij zal van u, Nerva, geld willen aannemen. En dat van u, dat staat uitgedrukt te tribuente, tribuere is toekennen. Dit is een ablativus absolutus, met u toekennende. Als u het toekent, wanneer u het toekent, zal Fabricius dat goud wel willen. Brutus zal zich verheugen. Dan weer een ablativus absolutus, te doeken, met u als leider, terwijl u leider bent. Brutus, die dus spreekwoordelijk moeite had met leiders, die zal zich verheugen over u, Nerva. Tibi, voor u of aan u, zal overhandigen de bloedige Sulla. Waarom Sulla bloedig wordt genoemd, heb ik al gezegd. Die zal het imperium, de macht, overdragen aan u. Wanneer hij op het punt zal staan die macht neer te leggen. Positurus, een participium van het futurum van ponere, neerleggen. Neerleggen, positurus, met een, of een participium van het futurum, met een verbogen vorm van zijn, betekent van plan zijn of op het punt staan om. Ik heb al verteld dat Sulla aan het einde van zijn carrière de macht neerlegde. Aan jou zal Nerva, zal Sulla de macht overdragen, wanneer hij op het punt zal staan dat te doen. En te cum keizere, en samen met Caesar. Met Caesar als ambteloos burger, dat is een privatus, zal Magnus, dat is dus Pompeius, die zal houden van u. Dus het leidend voorwerp staat daar, en van u zal Magnus houden, samen met Caesar als een ambteloos burger. Dus zelf Caesar zal al zijn functies dan neerleggen, en Pompeius die zal van u houden, als je die twee terug kunt halen uit de onderwereld natuurlijk. En aan u zal Crassus, futurum staat daar, zal geven, et weer op een rare plek, hè, maar in poëzie kan dat, en Crassus aan u zal geven, totas opes, in hyperbaton bij elkaar, opes zijn weer rijkdommen, heel zijn rijkdommen zal Crassus aan u, Nerva, geven. En ten slotte, ipse hoort bij Cato. Cato zelf, dat ipse heb ik niet apart vertaald. Ipse quoque is vertaald met zelfs, maar er staat letterlijk Cato zelf zal zelfs een Caesarianus zijn. Dat zal zijn, dat staat daar. Die zal een aanhanger van Caesar zijn. Wat opvallend is, omdat Cato zelfmoord pleegde toen Caesar won, heb ik al verteld. Maar zelfs hij zal een aanhanger van Caesar zijn. In dit geval natuurlijk van de Caesar Nerva. Als
als hij redatur, als hij zou worden teruggegeven, dus als hij ook zou terugkeren uit de onderwereld. En dan houden we iets over wat gezegd wordt over Cato, teruggeroepen, revocatis, ab umbris, vanaf de schimmen, infernis, vanaf de infernale schimmen, vanaf de schimmen van de onderwereld. Dus uit de onderwereld. Hier staat ongeveer hetzelfde. Als het toegestaan zou zijn het bos van de Elyseïsche velden te ontruimen. En hier staat als Cato zou worden teruggegeven, teruggeroepen vanaf de schimmen van de onderwereld. En dis, genitief is ditis, hier is een andere naam voor Pluto, dus de god van de onderwereld. Laatste zin nog een keer in de goede volgorde. Zelf, Cato zelfs, teruggeroepen vanuit de infernale schimmen van Pluto. Als die Cato zou worden teruggegeven, dan zou zelfs hij zijn een Caesarianus, een aanhanger van Caesar, in dit geval dus van Nerva.